In baan 6, de ploeg van VZC. In baan 3, PSV. In baan 5, Amersfoort. En in baan 4, buiten mededinging, de ploeg van de KNZB. Dit is de finale, gemengd 4x100 meter wisselslag estafette. Take your marks. Bijzonder deze wedstrijd met het KNZB-team van Nederland bij de Europese kampioenschappen mee op dit nummer. En we willen hier een tijd neerzetten. Met nu aan de start voor Nederland Kira Hussein in baan 4. En ze moeten gezamenlijk proberen het Nederlands record te breken. 3:45.93. Dat komt van het groep Bastiaan Nijssen, Bram Dekker, Inge Dekker en Femke Heemskerk bij de EK in 2014. Toen begonnen met Bastiaan Nijssen, dus het vergelijken gaat een beetje lastig. De volgende is op het PSV komt ook in baan nummer 3. Zoals Jos al zei, vergelijken is lastig. Maar PSV hier hard aan de start voor deze estafette hardkopweg in ieder geval. Mooie eerste 100 meter neer te zetten. 56-70 doen ze dat en daarmee aan de leiding. Het KNZB-team in tweede positie en dan in derde positie zien we daar de dolfijn in baan nummer 1. In baan 4 Arno Kaminga na de opening van Kira Hussein 1:00:26. Dan komen de heren hier dicht bij elkaar te liggen. U zit daar aan de leiding nog Arjan Knipping van PSV. Maar Arno Kaminga hier in baan nummer 4. Hij is de opgewisselde sterke schoolslagzwemmer in Nederland. En kijk hem eens hier met die krachtige slagen naar voren gaan. Naar de muur, de laatste 5 meter. Het KNZB-team nu aan de leiding. Maar het verschil is klein met de nummers 2, PSV. Houdt u er rekening mee nogmaals. Het KNZB-team dus meedoen voor een tijdje te zetten. En buiten mededinging. En de tussentijd van de KNZB-ploeg is 1:59:26. Nogmaals, moeilijk te vergelijken. Want in Berlijn zongen er 2 mannen. Eerste stukje, toen was de tussentijd 1:56:85, maar coach Faber heeft gezegd, als dus Toussaint en Kaminga zo gemiddeld een minuut zwemmen, dan zitten we wel goed. Kaminga heeft zelfs een tijd gevonden van 59 plat. Hier dus nu voor het KNZB-team Joeri Verlinde. Hij maakt de onderwisse voorsprong, maar voor de vereniging. Kijk eens aan, de dolfijn daar, Matthijs Goos in baan nummer 1, de ruime voorsprong nu pakken. Hier op weg naar het laatste keer, op weg naar de vrije slag. En op weg naar misschien wel dat Nederlands kampioenschap, want daar gaat het om. Maar we kijken naar heel veel dingen, Jos, als eerste naar het team van de KNZB. Ja, want dat ligt nu 2 seconden voor het recordschema van Berlijn, want dat was 2:53:66 en 2:51:41. Dat was Joeri Verlinde. En net als in Berlijn zwemt nu Femke Heemskerk de laatste 100 voor de Nederlandse ploeg. Ja, en Heemskerk vond gisteren ook die sterke 200 meter vrije slag. Hier gaan ze nu aan de leiding op naar de muur. En dat ziet er goed uit, Jos. Dat ziet er zeker goed uit, maar bij Femke Heemskerk is het zo. Estafette zwemmen en zwemmen met een voortreffelijke techniek. En het kan niet anders of zij gaat deze klus afmaken en een tijd neerzetten voor de Nederlandse ploeg. En wat komt er op de klokken?
3 minuten 44, 46, 100 stellen hopen we dat het officieel is. Maar dit is een hele mooie tijd. Kijken naar de eerste vereniging van de senioren. Dat is de Dolfijn. Zij zwemmen hier een hele prachtige 3, 53-81. En dat is een nieuw Nederlands record seniorenverenigingen. Als het officieel is. Als het officieel is, maar dat zijn al onze tijden die wij noemen officieus, totdat ze scheidsrechter ze bevestigd heeft. Kijk ook even naar VZC, die 4-12-96. Opnieuw, dames en heren, VZC, Nederlands record jeugdverenigingen. Dat zou toch wel heel uniek zijn, hier 3 records in 1 race. En dat zijn de tijden en het is officieel de Nederlandse ploeg met de Nederlandse record nationale ploegen. En de Dolfijn met de nieuwe Nederlandse record seniorenverenigingen. En VZC met de Nederlandse jeugdrecord voor verenigingen. Nou, het kan hier op een prachtig begin van deze middag. Ja, dames en heren, prachtig begin van deze middag hier in Amarena Amersfoort. We verzoeken de ploegen om zich nu van het platform te verwijderen, want wij willen heel graag door met het programma. En dat is 800 meter vrije slag bij de damesprogramma nummer 30. En daar willen wij graag aan gaan beginnen. Dus alstublieft het platform leegmaken voor het vervolg hier van dit programma. En dan gaan we aan beginnen, dames en heren, de finale. De snelste serie.